Forum voor Democratie is al een paar jaar actief, maar nog niet iedereen weet wat we allemaal doen en wat we al bereikt hebben. In dit filmpje laten we zien waar we precies mee bezig zijn en waar we voor staan. Forum voor Democratie is ontstaan uit een brede beweging van bezorgde Nederlanders die begin 2013 een nieuw referendum wilden over de Europese Unie. We starten een petitie die ons naar de Tweede Kamer bracht. U kunt geen beleid meer maken. U heft uzelf op. Ons verzoek voor een nieuw EU-referendum werd afgewezen. Als je het alleen maar hebt over referenda en soevereiniteitsoverdracht, wie snapt dan waar het precies over gaat? Maar we kregen één belangrijke toezegging. Een nieuwe referendumwet die het ons mogelijk maakt om zelf een referendum af te dwingen. Als er maar voldoende handtekeningen worden verzameld. Ondertussen kreeg onze organisatie steeds meer tractie. We werden actief op Facebook. We gingen wekelijks debatten organiseren, lieten ons horen in de media en bepleitten een parlementaire enquête met de invoering van de euro. We kunnen natuurlijk heel lang praten over een tunneltje dat niet goed is opgeleverd of een treintje dat niet op tijd vertrok. Daar houden wij enquêtes over. Het is leuk hoor dat u met de miljarden bezig bent. Maar mijn verzoek zou zijn om het ook eens over de honderden miljarden te hebben. Zei u net nou werkelijk dat we toen al het idee hadden dat we naar een politieke unie toe gaan? Want als dat zo is, dan is kiezers systematisch voorgelogen. Zodra de nieuwe referendumwet van kracht werd, starten we samen met onze partners een campagne voor een referendum over het desastreuze EU-associatieverdrag met Oekraïne. We voerden een zeer intensieve en inhoudelijke campagne. We gingen het hele land door en waren actief in debatten in de media. En we organiseerden de referendumconferentie met diverse experts uit binnen- en buitenland die bij ons kwamen uitleggen hoe het echt zit met het associatieverdrag. Nou, het is absoluut niet zo dat als je nee zegt dat je dan de rug toekeert. Sterker nog, ik denk dat als je ja zegt, dan zeg je ja tegen de oligarchen. Oekraïne is een speelbal in het geopolitieke spel tussen Amerika, Europese Unie en natuurlijk Rusland. Dit is een gewoon handelsverdrag. Hebben we gesloten met Marokko. Dit handelsverdrag, 14 pagina's, 96 artikelen, gaat alleen over handel. Hier staat niets in over buitenlands beleid, veiligheidsbeleid, overheidsfinanciën en al die andere zaken die je moet aanmerken als politiek. The aim of the European Union should have been to overcome conflict, instead of which it has now become the instrument for the intensification of conflict in the east. De economie in Oekraïne, sinds dit verdrag voorlopig in werking is getreden, met 32% gekrompen, 44% inflatie, 60% van de bedrijven is volstrekt afhankelijk van handel met Rusland, want die kunnen hun producten helemaal niet in Europa kwijt, omdat die niet voldoen aan onze standaarden. Dat gaat allemaal failliet. Is het dan raar dat wij zeggen, wij helpen Oekraïne hier niet mee? Het kost Nederland geld, het brengt Europa op de rand van een conflict met Rusland en in Oekraïne gaat de economie de grond in. In 3 maanden tijd haalden we via crowdfunding bijna €250.000 op. Hiermee voerden we een zeer intensieve online campagne. We wonnen een kort geding voor plaatsing van voldoende stembureaus. En we financierden een uitgebreide radiocampagne op 538, waardoor de opkomstdrempel werd gehaald. Oekraïne is een van de meest corrupte landen op de hele wereld. Europese machtshebbers willen juist dat land bij Europa trekken. Wij hebben de kans door onze democratische mening over te geven. Ga stemmen en stem nee. Zojuist is bekend geworden dat we definitief boven de 30% op. We hadden gewonnen, of toch niet? Forum voor Democratie sleept de regering Rutte voor de rechter, omdat die treuzelt met de uitslag van het Oekraïne-referendum. Op basis van artikel 11 van de Wet op het Raadgevend Referendum, dat zegt als de kiezer heeft gesproken, dan heeft hij een raad gegeven aan de regering en de regering hoeft die raad niet op te volgen. Maar de regering moet wel zeggen, we kiezen nu A of B. De zaak dient op vrijdag 13 januari 2017 in de meervoudige kamer van de rechtbank Den Haag. Maar onze agenda voor politieke vernieuwing is breder. We willen een online beweging zijn die het systeem nu echt openbreekt en het partijkartel aanpakt. We zitten opgescheept met onbetrouwbare politici die niet naar de bevolking luisteren en niet voor onze belangen opkomen. We zullen echt zelf in actie moeten komen om het politieke kartel open te breken. Het gaat niet vanzelf. Daarom doet FVD mee met de verkiezingen. Kom ook in actie en steun ons. Word lid, doneer en help ons de Tweede Kamer in, zodat jouw stem straks gehoord wordt. Pak je stem terug op 15 maart.